Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut, het NII. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, start zijn aanleg hoofdbuizen te Papatam. SBB heeft workshop duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen. Ouders en leerlingen Mungo houden protestactie. Slans Hospitaal viert 340-jarig bestaan en levert 3 gerenoveerde afdelingen op. En 10 september, Wereld Suïcide Preventiedag. Is Wereld Suïcide Preventiedag. Op deze dag wordt stilgestaan bij het complexe suïcidevraagstuk dat ook actueel is in Suriname. Wereldwijd sterven per jaar rond de 800.000 mensen aan suïcide, terwijl in Suriname gemiddeld 130 personen het leven laten als gevolg van suïcide. Elk één is er één te veel. Het is vandaag Wereld Suïcide Preventiedag. Het is voor Suriname ontzettend belangrijk, omdat wij een hele hoge cijfer hebben of prevalentie van suïcide. Dus vandaar dat het ontzettend belangrijk is. Wereldwijd staat Suriname op de 6e plaats, dus dat is best wel hoog qua suïcide. Dus voor ons is het wel heel erg belangrijk om op deze dag stil te blijven staan wat voor effecten suïcide heeft op, of sowieso invloed heeft op de samenleving. Dus voor ons is het wel belangrijk om erover na te denken. Wat er concreet moet gebeuren is dat alle actoren bij elkaar komen om een goed plan te maken met betrekking tot de preventie van suïcide. Het thema is samenwerken om ervoor te zorgen dat suïcide voorkomen wordt. Vooral goed op elkaar letten, dat kan niet te moeilijk maken. Letten op signalen en wat kan dus maken dat iemand over zou gaan op suïcide. Dus ik denk dat onze rol zal moeten zijn, goed voor elkaar zorgen. En ook aan de bel trekken. En aan de bel trekken betekent dat je op tijd hulp zoekt. Als individu dan. Heb je dan suïcide gedachtes, zoek hulp. Bespreek het met mensen in je omgeving, dat is misschien veiliger. En als dat toch onveilig is, zou je altijd nog naar de huisarts kunnen gaan, die je dan door zou kunnen verwijzen naar PCS, waar wij dus gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met suïcidale gedachtes. Daarnaast kan het ook best wel zijn dat je niet in je eigen omgeving die hulp kan zoeken of het niet bespreekbaar kan maken. Want wat je vaak ziet is dat men zich ook schaamt om de gedachtes van suïcide. Dus in dat geval zou je ook naar de 114-lijn kunnen bellen. Het is een anonieme lijn. 114 is een crisishulplijn van PCS en bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 3. En daarnaast is er ook nog een website ehealth.sr. De factoren die kunnen leiden tot suïcide, denk ik, dat u dat bedoelt. Factoren die kunnen leiden zijn, of die suïcidale gedachtes kunnen triggeren, zijn die lichamelijke klachten. Mensen die langdurig ziek zijn, veel pijn hebben, kunnen best wel een balans gaan opmaken van hun leven en denken van wat is het leven nu nog waard en overgaan tot suïcide. Ook geestelijke problemen, psychische problemen dan. Denk dan aan een depressie of angststoornissen of schizofrenie. Daarnaast kun je ook wel denken aan economische factoren. Stel je hebt je baan verloren, financiële problemen. Kunnen ook wel maken dat men zo wanhopig wordt en denkt dat suïcide de enige oplossing is. Als je thuis zit en je hebt suïcidale gedachten, bel met 114 van het PCS. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, 7 tot 3. Of stap naar je huisarts. En daarnaast hebben we ook nog ehealth.sr.
Kijkers, het Slanshospitaal bestaat 340 jaar. Dat is een moment om niet zomaar voorbij te laten gaan. Speciaal voor deze dag zijn er 3 ruimtes gerenoveerd en geüpgraded door tussenkomst van donateurs. Deze ruimtes worden vandaag ook in gebruik genomen. We brengen u een verslag hiervan. Dit jaar, 2019, markeert het 340-jarig bestaan van dit mooie en unieke ziekenhuis. Het historische en statige beddenhuis is nog steeds de plek waar een aanzienlijke groep patiënten zich geborgen voelt ter verkrijging van medische en verpleegkundige zorg. Het ziekenhuis heeft vele ups, maar ook heel veel downs gekend. Commissies, plannen voor herbestemming, raadsvoorstellen ter sluiting van het ziekenhuis zijn allen de revue gepasseerd. We hebben de opzet en de opening van de eerste CCU, Coronary Care Unit, hartbewaking in heel Suriname gehad. Dat was in 2004. We zijn begonnen toen met 4 bedden, later uitgebreid naar 10. Naar de huidige 10. We hebben de renovatie en de opening van de apotheek gehad. De renovatie en certificering van onze centrale keuken. De bouw en opening van het huidige moeder- en kindcentrum met de verloskamers die aangesloten zijn aan het beddenhuis. De renovatie en uitbreiding van de zogeheten MaxiCare naar een volwaardige intensive care unit. En ook laatstelijk de renovatie van ons mortuarium. Ik heb geluisterd naar de uitdagingen. Ik heb geluisterd ook naar de successen. En ik zal u zeggen, ik sta vandaag hier. Ik ben nauw betrokken bij de gezondheidszorg. Maar dan toch had ik niet het idee dat datgene wat u heeft vertaald, ja, dat het daadwerkelijk is gebeurd. Dus dit moet een eye-opener zijn naar Suriname, naar de samenleving. Dat u wel in staat bent geweest om dit alles te realiseren. U, uw personeel, ondanks obstakels, ondanks alles wat fout zat, ja, toch wel recht te krijgen en toch wel te realiseren. We hebben ook gezegd dat grote kapitaalinjecties in dit ziekenhuis alleen mogelijk zijn als wij het moeten hebben van donoren. Internationaal, lokaal, maar ook partnerships en ook onze eigen inventiviteit. Want wat we vandaag hebben bereikt is ook grotendeels te danken aan ons improvisatievermogen. Kan je zeggen, we hebben elk kwartje die we konden uitzetten voor de projecten hebben we echt letterlijk aan de kant gezet. We zullen vanuit financiën de komende periode intensiever met elkaar overleggen, zodat met betrekking tot uw activiteiten hier, zaken in gereedheid kunnen worden gebracht. Ik heb gehoord de wensen, ik heb gehoord de ambities en ik zal een pleidooi houden bij de minister om op zijn minst 1 van die ambities gerealiseerd te krijgen. En dat zal hij u ook heel spoedig overbrengen. De weg voorwaarts is er 1 van mogelijkheden, uitdagingen en beloftes. Maar de enige manier om daar te komen is door samen te bundelen. Nogmaals van harte gefeliciteerd en we hopen dat het Slanshospitaal haar rol binnen de samenleving nog vele jaren mag voortzetten. Dank u wel. En we kijken natuurlijk uit naar het nieuwe fiscale jaar van de Republic Bank en de nieuwe ronde die er zal komen. Want ik denk dat Sunita u niet vrij uit zal laten gaan. En ook onze felicitaties aan de Republic Bank. Gefeliciteerd Suriname, gefeliciteerd zorgsector, gefeliciteerd aan ieder. En ik zou zeggen, laten we ook na vandaag na gefeest te hebben, vanaf morgen weer keihard aan de slag zijn. Want de zorgsector staat niet stil. En onze cliënten die hier komen moeten zeggen, dankjewel Slanshospitaal voor de genoten zorg. Last but not least wil ik alle personen, bedrijven, stichtingen, organisaties en landen, alle nationale en internationale weldoeners die ons door de jaren heen een zeer warm hart hebben toegedragen en ons keer op keer met waardevolle donaties hebben bedacht, heel, heel hartelijk dank zeggen. Dank. Dat wij wel die kwaliteitszorg kunnen brengen aan de Surinaamse gemeenschap.
die we innig koesteren. Dus voorzitter, ik denk dat wij vandaag dat als boodschap kunnen meegeven. Slans is 340 jaar. Wij hebben dus een deel van de projecten die het Slans Hospitaal vandaag in gebruik neemt. Dat hebben wij kunnen verzorgen samen met een buitenlandse partner. Het gaat om het aankleden van de röntgenafdeling met een digitaal röntgenapparaat. Het is prettig werken. Je maakt heel veel mee. En je leert ook heel veel. We gaan voor nog 340 jaar. Ja. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft in samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling een workshop met als thema Duurzaam Bosbeheer binnen gemeenschapsbossen georganiseerd. Tijdens deze workshop zijn het traditioneel gezag en vertegenwoordigers van verschillende lokale gemeenschappen met elkaar in dialoog getreden over hoe duurzaam bosbeheer binnen gemeenschapsbossen kan plaatsvinden. Ervaren, zal de wroko zo ondoekba, sam mitwi na ini na wroko voor de gemeenschap bos. En even zal de kring tok atak makandra, uko chari de sandi no kring kon aleti meka kon kring. De bos die we beheren is niet onze bos, het is de bos van onze kinderen. Hetzelfde is ook waar voor de gemeenschapsbossen van jou. Het is de bos van jullie, van jij kinderen. Daar is niets tegen te zeggen dat wij de bos kunnen gebruiken. De lang en de kort van het verhaal van de duurzame bosbouw is niets anders als dat wij kunnen van de bos zoveel oosten, of het is toegestaan dat wij zoveel kunnen oosten, zodat ook onze kinderen dezelfde kwaliteit en volumen van de bos kunnen halen. Me begrijpt dat je lukt bijvoorbeeld Dominicaanse Republiek naar Haiti naast elkaar, aan voeding bijna kringbouw, omdat de man nog goed duurzaam om. Ja, bijvoorbeeld praning bakken. Toch dus voldoende voorbeelden dat niemand benadrukt dat pakken tapu, pesan no doen lek faben moest doen. En dan je ziet een probleem, je ziet de gevolgen. En dat is niet. Een goede oefening dat we zorgen voor ontwikkeling. Het is belangrijk dat, ik heb ook geprobeerd dat te benadrukken. Wij hebben natuurlijke hulpbronnen. Wij hebben zeg maar verschillende sectoren. En wij moeten gebruik maken van die hulpbronnen. En bos is één van ze. En het kan geld opbrengen voor het land, voor die gemeenschappen. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat we duurzaam ermee omgaan. Het is heel belangrijk dat de gemeenschappen hun bossen goed beheren. En als je kijkt hoeveel bossen onder hun beheer staan, dat is ongeveer 25% tot 30% van het aantal houtkapvergunningen of houtkaplegden die uitgegeven zijn in Suriname. Ze spelen een heel belangrijke rol. En ook, zoals ik zeg, van,
als we willen dat de mensen hun bossen goed beheren, dan moeten we ze ook de tools geven. Dus dat, daar hebben we wat gedaan. We hebben ze alleen meegenomen in onze projecten, maar ook in onze dienstverlening. Door een fonds naar een fonds aan het ministerie van regionale ontwikkeling, meneer Dikan, hij stimuleert dat de dorpen op de fonds samen schrijven. Eigenlijk is het een dorpfonds, een revolving fonds. Dat betekent dat een fonds dat hij dit kan duurzame ontwikkeling kan. Dat betekent dat hij een fonds dat hij dat money dat hij altijd een make-up ching. Dat hij een dorp op je alleen money in een fonds kan. Want je ondernemer alleen money kan, maar moet spijt want je rente bakken waardoor een money dat hij een tank groeit. Zo in misschien adore fonds. Schoon en gezond drinkwater voor elke burger. Dat is het streven van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Te Papatam in het district Marowijne is de SWM gestart met het aanleggen van hoofdbuizen. Het is de bedoeling dat de gemeenschap van Papatam door SWM wordt voorzien van schoon en gezond drinkwater. Met de realisatie van dit project zal het halen van water uit putten of de rivier door de burgers tot het verleden behoren. Wanneer wij vandaag hier mogen staan om 9,5 kilometer aanleg van buizen mogen aanschouwen, dat betekent dat voor dit gebied, zeker voor het district Marowijne, het bestuursresort Noordoost, heel veel. Wij kunnen ervan zeker zijn dat de mensen die in het gebied zijn niet meer hoeven te vrezen voor het water dat ze in feite noodzakelijk moeten gaan gebruiken uit de rivieren. Terwijl we na 60 werkdagen hier staan en mensen de kranen kunnen opendraaien en veilig, gezond en betrouwbaar drinkwater kunnen hebben. Het is een mijlpaal voor dit gebied. Het is een mijlpaal dat we bereikt hebben tot nu toe. En ik zeg dank aan SWM. Dus in feite, ik feliciteer de Surinaamse regering hiermee. En heel hartelijk dank aan meneer Oosterling die overal zijn tentakels heeft en alle klachten moet aanhoren. En met de schaarste middelen die er zijn, toch wel iedereen kan voorzien van veilig en gezond drinkwater. Vandaag hadden we de ceremoniële aanleg van de eerste waterleidingbuizen in de grond hier op Papatam. Dus de bedoeling dat wij water vanuit onze station via de leidingen naar de gemeenschap van Papatam gaan brengen. We gaan ongeveer 9,5 kilometer buizen aanleggen vanuit Grand Passy, Centrum Albina, naar Papatam. En in de verschillende zijstegen ook. Het project houdt in dat we hoofdbuizen gaan aanleggen en daarna de buizen laten keuren. En als ze voldoet aan de gestelde eisen volgens de SWM en de WHO, gaan we de huishoudens aansluiten. Hier volgens onze voorlopige registratie tellen wij zo'n 200 huishoudens. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is van plan een middelbare school op te zetten in het district Marowijne en wel in het stadje Mungo. Het is de bedoeling dat de school komt bij het Oud-Suralco ziekenhuis. Helaas kan de aannemer nog niet starten met de te verrichten werkzaamheden, omdat de stichting Kibi onder leiding van Marcel Pinas de plek nog bezet houdt. Op maandag 9 september hebben ouders en jeugdigen van het district een protestactie gehouden en geëist dat de middelbare school zo snel als mogelijk komt. Meneer Bado, goedemorgen. U heeft vanmorgen hier te Mungo een protestactie georganiseerd. Wat is het doel van deze actie? Het doel van deze actie is om de overheid, zeg maar, en Stichting Kibi te laten weten dat er een bepaalde groep is in de gemeenschap die toch wel, of niet toch wel, die middelbare school wilt hebben.
toch? En dat is de bedoeling, ja. Het is al geruime tijd, toch? De minister heeft zelf aangegeven dat ze, zie dat vorig jaar Stichting Kibi heeft laten weten dat ze dat gebouw vrij moeten maken, want er komt een middelbare school hier. En als dat tot op dit moment, september, 1 maand voor oktober nog niet gebeurd is, dan moet ik zeggen dat ze niet willen meewerken. Kijk, we moeten het goed aangeven. Het gaat niet om jongeren van Mungo, het gaat om jongeren van de NDP, Mungo Marewijne. Weet je, en dat zegt al heel veel, weet je. Kijk, Stichting Kibi, we werken met de community voor de community. Bij mij gaat het niet om VHP, NDP, ABOP. Het gaat om een vraagstuk, om een probleem waarmee we werden geconfronteerd na de Binnenlandse Oorlog. Dat er niks is gedaan voor de lokale community hier in het gebied en dat ik als kunstenaar met de organisatie Stichting Kibi en zoveel vrienden die het proces ondersteunen, mogelijkheden creëren voor de jeugd in het district om hun talent te ontwikkelen. Mijn zoon moet naar de middelbare school. En wat ik van die anderen heb vernomen, dat er zoveel kosten zijn, dat ik weet zelf niet waar ik mijn zoon moet zetten. Weet je, je gaat je hoofd breken van waar ga je, waar. Want als je zoon naast je is, weet je wat hij doet. Maar als hij zo ver moet gaan, in een sapsapching, hij doet erop. Dus je wilt je kinderen dicht bij je hebben. En het is beter, we wonen op Alphensdorp. Het is maar een paar, misschien een uur lang om naar hier te komen. En dan in de middaguren heb je je kind weer naar. Wie wil dat niet? Ja. Wij als ouders, ja, helemaal. We zijn eens met dit. Ja, ze willen sowieso dat de school dit jaar nog geopend wordt. Die ouders ook, want als we kijken naar die kosten die gemaakt worden in 1 schooljaar voor studenten van Marewijne die in de stad op school moeten zitten, ook op Kommewijne, dan is oktober een goede maand voor hun, ja. En alles zit al klaar, toch? Heb ik me laten vertellen door de minister dat alles al klaar zit. Meubilair, leerkrachten, alles. Het enige dat nog moet gebeuren is dat dat gebouw gerenoveerd wordt. En dan kunnen we oktober starten. Als je goed kijkt, zie je dat we krap zitten met de tijd. Begrijpt u? Dankzij Stichting Kibi. Precies zo zie ik het. Maar we willen alsnog dat werk doen. We geven de moed niet op. Als jongeren, want we willen oktober starten. Dus we zijn hier vandaag om even te tonen aan Stichting Kibi van Ewitje. Geef ons de ruimte om ons ding te doen. Maak die ruimte voor dat stukje ontwikkeling dat echt een grote behoefte is voor de gemeenschap van Marewijne. We zijn gekomen aan het eind van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.